Op de tv werd toen heel professioneel gepiraat. Het Rem-eiland, neergezet door kapitaalkrachtige scheepsbouwers en investeerders, werd in zeer korte tijd een populaire tv-zender. Vooral in de Randstad kocht men en masse een speciale antenne die nodig was om Marian Berenbroodspot op het eiland te zien ronddartelen. Ja, dames en heren, en hier sta ik dan op het televisie-eiland in de... Net als Veronica wilde de Rem een gat in de markt vullen. Zij reageerde op de van hogerhand genegeerde behoefte aan consumptietelevisie. Ja, eindelijk is het dan zover. Eindelijk kunt u televisieuitzendingen zien vanaf dit eiland. Dit is Radio Noordzee op 214 meter. Het station waar u op afstemt, omdat het op u afgestemd is. Maar de autoriteiten keken mee en wisten al snel wat ze tegen zo'n tv-eiland moesten doen. Hoewel buiten de territoriale wateren stond het toch op Nederlands bodem, het continentale plat, ingesteld met het oog op de bodemschatten. Erboven liggen kon, erop staan. Politie en PTT stapten in een helikopter en enkele uren later waren duizenden tv-Noordzee-antennes waardeloos en richtten de verloren schapen zich weer op de Hilversumse kanalen.